Ja, de minister Milo Rijn komt mee tot een steunmaatregelen, hè, de uitstel van belastingen en dat iedereen het wel volhoudt. En iedereen had wel een sterke wil om door te gaan, dus iedereen is zieken gewoon manieren om door te gaan. Hè. De meesten die sluiten extra hypotheken, verkeep je pan, spaarrekening, ja, pensioenfondsen worden aanbrutsen om toch door te gaan. Want ja, dit is dus lust in ons leven, dit wil we graag waarbloeien, dus je probeert alles eraan te doen om door te gaan. Ja, er zijn misschien een aantal misschien wolder signalen zitten, maar ik heb echt inzicht in hoe iedereen er zelf voor stiert. Dat is heel moeilijk te bepalen. Hè. Dus elke situatie is ik hoor. Dus je kent net elk bedroeg maar een fliekje. Elk bedroeg erin had een huurpand, had een kooppand, dan krijg je een hele dikke investering niet in vlak voor de corona. En sommigen gaan gewoon topomzet draaien, dan misschien nog een iets bufferen en sommigen gaan net zo vol omzet draaien. Het is heel moeilijk te vergelijken. Je kunt daar geen pijl op trekken, maar de verwachting is dat een aantal misschien het redden zullen. Nee, dat klopt. En dan ben vooral de nachtkroegen de gewoon die het alle dreef staat op dit stuit? Nou, op dit stuit wel, want die ben ook, sommigen die ben je al gewoon al een jaar tegen bijna. Ja, dat is natuurlijk net best. Als er gewoon een bedroeg gaat, wat normaal zondag en week vol is. Als een doelensteeg zoals dat is al normaal zondag en week is het te drok. En dan ben je gewoon al dicht. Ja, dat is ook wel een klap van zo'n ondernemer en ook voor de medewerkers. Nou, we hadden dus de oude bar er helemaal uithellen. Dus alles vuthellen, alle lekbak, alle bierkraan, alle koeling is vuthellen. En dan hadden de timmerman, die had een nieuwe plankenmoeder opplaatst. Die moet onder nog steuntjes onderkomen. En dan maar we dat eerst dus zelf wel even een oud lakje, of even een bijtse en lakje, dat het een mooie bruine kleur krijgt. En dan komt volgende week de brouwerij en die zaagt dan de spoelbak. Yes, uit. Die komt een spoelbak en dan komt een lekbladden. En dan ongeveer hier, volgens mij komt ongeveer dan de nieuwe tap. En dan ben je weer helemaal... fris en nij. Dus dat is wel lekker. Ja, het is heel vervelend hier. Ja, het is heel sterk. Je had geen inkomen eigenlijk. Ik had gelukkig mijn vriendin, die had nog een baan. Dus die werkt nog net terug en we gaan goede regelingen treffen kent met onze huurbazen. Weer een stukje kwart en kraar de huur. Nou, volop een broekmeidje van de TVL. We draaien dat wel goed, dus op zich gaat dat wel een stukje uit helpen. Maar ja, dat maakt wel heel bij. En het is gewoon, ja, normaal ben je gewend om aan werk te wijzen. En dan ga je gewoon daar geen lijn in. Kist er nog wat uit, jongen? Ja, we kennen nog iets, jongen. Het maakt nu net meer heel lang waring in. Het is wat met reserves. Maar je werkt in op je reserves. Dus dat is gewoon net leuk. En ja, wat het meeste wat ik merk, net alleen bij mij, maar ik behoor meestal dat je gewoon er lusteloos van wil. De brek en perspectief. Je weet niet waar je in tap binnen. Dan weet je van, oh, je maakt in je maai weer hier. Dan weet je, nou, hup, dan ging ik wel los. Maar je weet nog niks. En dus dat is heel lastig. Je wil er weg en denkt, nou ja, we zijn weer een dag. Maar we zien wat er gebeurt en hoe het komt. Die onwissigheid verrijdt wel aan die. Ja, zeker wel. Jawel. Ja, dat merkst wel. Hè. Ik ken er wel heel goed mee omgaan, maar ik heb van collega's die het er heel moeilijk mee gaan. Dus het is van burn-out en bore-out en oorspan. En eigenlijk mis je wat in gewicht aan toegang aan binnen. Dus als ondernemer in een horeca naar een hele putten. En dan je nog een hele lijpe kont zitten. Ja, dat is net echt goed voor het lichaam. Nog even weer om op de Ljouter horeca. Is er al wat zicht op verbetering? Nou, net echt. Het is landelijk beleid. En daar kunnen we weinig aan dwaan. We waren laatst wel bezig binnen. We hebben heel druk aan het zeggen dat we in de Simmer weer uitgebreide terrassen krijgen. Daar ben we met de gemeente in gesprek. En dan voor je heel mooi was in de stad. Oerlen we terrasjes, guttere terrassen. En dat wil ik die graag ik weer hebben. En daar ben ik mij in overleg al. En dat maakt de gemeente nog even een klap op die aan ze dan. Maar zoals nu ziet, zorgt er wel positief uit.